toe. En jullie zien hier al een neusje. Maar ik ben heel benieuwd. Ik vind het ook wel een beetje spannend. We zullen zien. Opvangen. In een volte. Binnen nu en 10 seconden leg ik ernaast. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is een veel aangevraagde nieuwe family tour. En jullie zien hier al een neusje. Ik zit bij een heel bijzonder paard. Namelijk de zus van Tess. Dit is Infinity. En Infinity is de zus van Tess. Ik weet nog niet zo heel veel informatie. Maar daar komen we deze video wel achter. En ik mag ook rijden. Dus ik vind het echt heel erg leuk. En ook wel een beetje spannend. Maar ik ben heel erg benieuwd. En Elina is ook mee. Hallo. Dus Elina staat. Ja. Kom, hè? Ja. Nou, we zijn hier aan het poetsen. En ze is echt super groot, ja, zoals je kunt zien. Ze is wel groter dan Tess, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Die kont loopt veel hoger. Ja. Ze heeft wel dezelfde voetjes. Nou, ik ga even mijn laarzen en mijn cap pakken. Of eigenlijk even mijn cap. En daar ga ik als eerste op. Echt heel erg leuk. Ze zei zelf al dat hij heel braaf was. Dus dat het uitmaakte of ik eerst ging of zij eerst ging. Dus dan gaan we er maar meteen op. En ik ben echt super nieuwsgierig. En ik vind het heel erg leuk. En wat vind jij? Leuk, super lief. Ja, maar wel echt huge. Echt groot. Maar dat valt nog wel even. Ja, het valt nog wel even mee. Ik hoop trouwens dat je het gehoord hebt met de wind. Dat zien we later wel. Ja, maar dat snap ik. Ja! Ja, vind ik ook. Echt heel mooi. Nou, ze gaat hem eerst even longeren, want dan kunt ze energie kwijt en het waait ook heel hard. En dan mag ik hem. Hij is zo knap. Of niet? Of shy eigenlijk. Ze vertelt trouwens net dat hij 5 jaar is. Ik dacht ouder dan Tess, maar blijkbaar jonger dan Tess. Dus dat is een foutje, maar dat geeft natuurlijk helemaal niks. Maar ik ben heel benieuwd. Ik vind het ook wel een beetje spannend, we zullen zien. Mijn trainer die is vorige week maandag voor de knieën gekomen. Ja. Is hij ook oké? Nou, het longeren is klaar. Nienke gaat erop. Met een krukje. Oh, snel dat we de Zij heeft echt zulke stelten. Moet ze dan korten? Ik heb ze 3 korten, ik weet niet wat het is. Komt er overheen met mijn zadel, denk ik zo. Moet hier nog aangezien worden? Ja, als het lukt, maar ik heb hier ook al best wel wat. Het is een heel klein single, dus. Oh ja, ik heb nog eentje. Moet ik hier opstappen? Oh, de teugels zitten wel los. Oh, zo handig. Als je er dan van doorgaat, kan ik niks. Oh, ik heb het niet bij. Oké, nu deze voor mij? Ja. Ja, ze hebben best een baan staan. Ja, ze waren nog helemaal gek van jongrijderspaard, zeiden ze. Ja. Ja hoor. Oh, wat koud. Ik heb straks geen handen meer over na het filmen. Je had zo'n handschoen.
Ja. Nou, gelukkig is mijn klein paard. Ja, als ze galoppeert heb ik ook het idee dat ze op bloem gaat. Juist. Nienke is wat dat betreft heel veel gewend met Contessa. Ja. Wat was dat van? Een soort dingen bijkomen. Ja, netjes. Ze schrok daar in die hoek van iets. Schrok ze daar ergens van? Ik zie haar in één keer zo heel rustig en in één keer een sprintje trekken. En dat kreeg ik te horen. Ja. Ze wil ontspannen zitten en toen kwam ze wel weer terug. Ja. Oké. Nou lopen ze mooi hoor. Ja. Ja, dan wacht ze te veel af en, doe je, en dan gaat het paard gaat zoeken. Ja. Oh. Opvangen. In een volte. En dan weer oké, terug. Maar eerst zei ik ja, heel klein hulpje. Dus ik deed dan met mijn been. Want ik denk, hè, lopen. Ja, ik vond het nogal wat dat jullie met het koude weer wilden komen. Ja, ik had een jong paard minder dan dit. Ja, nu vakantie, dat is het. Ja, nou, dat is het. Ja, makkelijk. Ja, precies. Maar dat is waar. Hij moest ontspannen zo. Ja. Uiteindelijk ontspant ze ook weer snel, hè? Ja, het is wel weer meteen bij me. Ja. Dus ik zet hem zo in en Theo zegt stap. Dus het was echt twee passen stap. Ja. Toen dacht ik, yes, nou heb ik dat. Ja, dat was het. Schouder binnen maar. Ja. Nou, ze ontspant me ook lekker, hè? Sorry? Ze ontspant lekker. Ja. Ja. Het enige wat ze doet is het een beetje omhoog, weet je wel. Dus laat gewoon verder. Oh, nou ideaal toch? Ja. Wat een power, hè? Dit is voorzichtig. Thank you.
voor, ja. Mooi hoor, dan voel je ook dat het heel licht wordt, hè? Ja, ik hoor je heel licht. Nou, dat is wel verschrikkelijk. Mooi stukje! Voelt ook goed dan, hè? Ja, ik ben echt blij. Nou, ik heb net gereden en jongens, het was zo ontzettend leuk en ze is zo lief. In het begin heb je denk ik wel kunnen zien dat ze een beetje schrikkerig was. Maar het was omdat ik had een dingetje in mijn zak wat geluid maakte. En de paal tikte ook een beetje en het is natuurlijk heel koud. En ze is nog maar 4,5. Dus dat waren allemaal dingen bij elkaar en daarbij was ik ook niet zeg maar zo bewust van mezelf. Dus ik ging dan een beetje klemmen of zorg dat ik maar bleef zitten. Kijk, een snoepje geven. En we hadden dus nog meer schrok en dan ging rennen en zo. Maar gelukkig kreeg ik het er wel terug. Ik had wel één keer dat ik dacht, oké, binnen nu en 10 seconden leg ik ernaast. dat gevoel had ik, maar gelukkig niet. En verder was het zo leuk om te rijden. Dus ik ben echt een blij kind nu. Nou, ik ben weer terug op stal. En ik ga het eens even een worteltje geven. Want we hebben het uitgemest. En die wortels bevroren. Die wortels steenhard. Ja? Kijk eens! Heel koud. Een ijsje. Hey, kijk. Oh, is heel eeuw. Kijk dan. Dat ze dat nog lekker vindt. Eet het op. Nou, wij zijn klaar voor vandaag. We hebben dus net thuis uitgemest. En deze is heel lief. Ja, we gaan vandaag niks meer doen. Het is zo koud, jongens. Even serieus. En dus wil ik bedanken voor het kijken naar deze video. Als je Family Tour een leuke serie vindt, laat het dan zeker achter hieronder in de reacties. En ook wat voor een Family Tour ideeën jullie nog meer willen zien. Het wil niet zeggen dat het gebeurt, maar ideeën zijn altijd welkom. Want ja, we zijn wel afhankelijk van anderen. Tot de volgende keer. Doei doeg! Doei.